jongens, welkom bij weer een nieuwe AliExpress shoplog. Vandaag heb ik dus een AliExpress video voor jullie. En vandaag gaan we al deze pakketjes unboxen. Gaan we kijken wat erin zit, wat het gekost heeft, hoe het eruit ziet en dat soort dingen. Ik film vandaag en normaal gesproken ook met natuurlijk licht. Dus af en toe kan het licht wel een beetje gek zijn, want ik zit hier bij een raam. Want vandaag is het wat zonnig, maar het is dus ook bewolkt en... Nou ja, in ieder geval, het is lastig. Deze pakketjes heb ik eigenlijk al wel een tijdje binnen. Nou ja, de meeste pakketjes heb ik al een tijdje binnen. Mijn laatste pakketje heb ik vorige week ontvangen. En ja, ik was eigenlijk nog aan het wachten op andere pakketjes. En toen keek ik tussen mijn bestellingen en toen dacht ik, oh, volgens mij heb ik alles al binnen. Maar dit is altijd zo met AliExpress. Je bestelt van alles en nog wat. En uiteindelijk ben je zelf alweer vergeten wat je allemaal hebt besteld. Dus ben je ook benieuwd wat erin zit? Doe dan gezellig je duimpje omhoog. En abonneer je ook even op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we gewoon beginnen. Ik heb trouwens echt één dikke irritante mug hier aan het rondvliegen. Ik hoop dat het uit beeld blijft. Ik weet nou niet precies hoe lang alles erover heeft gedaan. Want daar heb ik, om eerlijk te zijn, niet echt naar gekeken. Maar ik weet wel dat alles best wel redelijk snel binnen was gekomen. In ieder geval, ik hoefde eigenlijk op niks echt heel lang te wachten. Behalve één item. Maar daar kom ik straks op. Dus dat. In ieder geval, we beginnen met een... Oh, dit is denk ik ook al meteen mijn allerleukste aankoop van vandaag. Dus ik begin met het allerleukst. Er was eigenlijk niks wat echt tegenviel. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben overal eigenlijk wel heel erg tevreden over. En zoals je ziet is het best wel goed gepakt. En het is echt meest schattig schoudertasje ever. Echt, dit is zo cute. Kijk, het heeft ook zeg maar hendeltjes. Dus dat zal ik er even uithalen. Hoe leuk is dit? Ik weet trouwens alle prijzen even niet uit mijn hoofd. Maar dat zal ik allemaal wel even in beeld ergens neerzetten. Dus deze babyblauwe schoudertasje. Het is best wel klein. Maar volgens mij kan ik hier mijn telefoon wel in kwijt. En mijn vlogcamera. En dat is voor mij genoeg. Dit is hoe het tasje eruit ziet van dichtbij. Ik moet zeggen, hij heeft mij enorm verrast. Ik had echt niet verwacht dat hij er zo goed uit zou zien. Want hij is ook gewoon heel mooi afgewerkt. Het is prima. Plus, het ruikt wel een beetje chemisch, maar het heeft niet dat hele heftige, weet je wel. Plus, het was heel erg mooi verpakt, zodat het niet in elkaar gedrukt wordt. Zit er dus papier in. En hier heb je dus de binnenkant. In de binnenkant heb je dus één klein mini ritje. En Rits doet dat hartstikke goed, want het wil nog wel eens stroef zijn. Maar dit is echt, echt heel goed. En de binnenkant is gewoon zo. En verder zijn er geen vakjes of dat soort dingen. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En die ga ik heel binnenkort dragen. Dan heb ik iets wat ik volgens mij bij dezelfde winkeltje had gekocht als de handtas. Dat is dit schattig portemonneetje. En deze portemonnee heb ik al uit de verpakking gehaald. Maar ook deze was heel goed beschermd. Maar ik was gewoon te ongeduldig en ik wilde gewoon zien hoe het nou eruit ziet. Maar het is dus een heel klein schattig portemonneetje. En het is een beetje oud-roze-achtige kleur. Het is volgens mij op de camera iets lichter dan in het echt. Met gouden details. En ik vind deze zo ontzettend leuk. Hier hangt er weer zo'n friemeltje aan. En je hebt hier een soort van tandjes of zo. In ieder geval, het leek me heel erg handig om zo'n portemonneetje bijvoorbeeld te gebruiken. Als ik dus zo'n kleine tasje meeneem. Of als ik bijvoorbeeld op stap ga. Ik heb nou namelijk echt zo'n unit van een portemonnee. Dus ik kan hem niet altijd meenemen. En dan moet ik dus mijn pasjes en alles los in mijn tas dragen. En deze is wel een stuk kleiner. Maar er past wel gewoon heel veel in. Dus ik denk dat je dit wel als gewoon een normaal portemonnee kan dragen. Want je hebt soms ook hele kleine portemonnees waar werkelijk waar niks anders in past dan 2 euro of zo. Maar hier kan je ook nog pasjes kwijt. Hier kan je briefgeld in doen. Foto. En dan heb je ook nog een vakje voor kleingeld. En die ziet er dan zo uit. Dus het is nog iets van een plasticje. En die ziet er dan zo uit. Dus het is echt, echt heel erg mooi weer. Het is super mooi afgewerkt. En dit heeft me echt wel een beetje verrast. Ja, hier zijn er wel een paar naadjes uit. Maar dat is echt niks ernstigs of zo. En dat heb je bij H&M bijvoorbeeld ook al heel snel. Dus, ik zal hem even van dichterbij laten zien. De binnenkant, dat je even goed kan zien hoe het afgewerkt is.
werkelijk waar, deze mug. Oh, in ieder geval, hier ben ik echt super blij mee. Dan heb ik natuurlijk een telefoonhoes gekocht. En dit is zeg maar... Oeh, piepschuim. Oh. Oh, piepschuim vind ik zo erg. Ik heb zeg maar op 3D telefoonhoesen gezocht. Want ik heb zeg maar deze telefoonhoes. Deze komt ook van AliExpress. Maar deze is best wel glad. Dus ik moest er heel erg aan wennen. En ik was heel erg bang dat mijn telefoon uit mijn handen ging glijden. Dus ik heb naar 3D... Dus ik heb naar 3D telefoonhoesen gezocht. En toen kwam ik uit op deze. En deze leek super cute. Alleen nou ik hem zo in het echt zie, denk ik van oké, dat had echt wel mooier gekund of zo. Het is niet echt scherp, zeg maar, de afbeelding. Maar ik weet niet of dat op de camera overkomt hoor. Maar dat is gewoon hoe het in het echt eruit ziet. Maar als ik hem zo zie, vind ik hem echt super vet. En inderdaad zijn er soort van ribbeltjes. Maar of dit nou echt... veel minder glijdt dan deze. Ja, misschien iets. Omdat je er iets meer grip op hebt. Maar je kan het bijvoorbeeld ook al niet eens van de zijkant zien of zo. Het zijn geen dikke ribbels. Je voelt het wel. Maar het is niet zo dat ik denk van wow, dit is echt zo 3D. Nee, dat heb ik niet. Maar ik zal ook even kijken hoe het dus op mijn telefoon eruit ziet. En ik zie ook, dat is vet raar, dat hier alle hoekjes eruit zijn. Hier. En hier ook. En hier. En hier. Geen idee waarom dat zo is. Deze kon je trouwens bij mijn vorige AliExpress shoplog zien. Ik heb trouwens een iPhone 6S Plus. Oeh. Oh shit. Ik ben bang dat ik mijn knopjes kapot maak of zo. Kijk, zie je wat er gebeurt? Ik wil hem zo klikken. Maar... het is een beetje... Oh, zo wil het wel. Dus als eerst dat knopje er doorheen en dan wil het wel. En dit is hoe het eruit ziet. En van de voorkant... Ja, het is op zich wel leuk. Alleen, ik vind het zo irritant dat deze... Kijk, je hebt zeg maar hier wel een gaatje voor jouw knopje of geluiddingetje. Maar hier heb je dat niet. Dus je moet best wel hard drukken om dat in te kunnen drukken. Snap je? Het is een beetje wennen. Maar op zich wel een leuk hoesje. Oké, volgende. En dit is dus een kledingitem. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik van AliExpress iets van kleding heb gekocht. Ik heb wel eens kleding besteld bij een webshop. Zeg maar die AliExpress ook heeft. Maar ik heb nog nooit kleding echt recht vanuit AliExpress besteld. En dit is hem. Dit is dus een topje met een hoge kraag. En het is een beetje een soort van... hoe heet deze stof? In ieder geval, het is een dikkere stof. Hier zie je het wel van dichtbij. Het voelt ook best wel dik. Ik ben heel erg benieuwd hoe het me staat. En ik heb ook geen idee wat voor maat ik heb besteld. Want hier zit geen één label in. Helemaal niks. Eerste indruk is ook best wel goed. Ik zie geen losse naden of zo. Alles lijkt gewoon... goed en stevig ook. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het me staat. Hopelijk schijnt het niet te veel door. Maar goed, dat zien jullie zo meteen wel. Deze snijdt een beetje in mijn oksels hier. Het voelt heel raar, maar ik vind hem zo leuk. Maar hij voelt hier zo raar. En ik heb een strapless BH aan. En ja, dat zit ook een beetje raar. Volgende. Oh, dit is ook een kledingstuk. Ik heb twee kledingstukken besteld. Dit is zeg maar zo'n soort dezelfde stof als de vorige. Maar deze voelt veel lichter en flexibeler aan. Oeh. Hij is groen met glittertjes. Het is weer zo'n soort, ja, hoe heet dat nou? Fijn gebreid of zo? Zoiets. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit mij staat. Oh mijn god, ik vind het best wel spannend. Deze bandjes voelen niet heel erg stevig. Maar ja. We zullen het zien. Voor de rest is hij eigenlijk best wel mooi afgewerkt. Dan ben ik alleen bang dat die glitters niet gaan prikken of zo als je het aan hebt, weet je wel. Maar het voelt op zich gewoon zacht. Dan heb ik iets wat ik... Dit is zeg maar zo'n aankoop van... Ja, dit is een haarband met oortjes. En ik heb dat gekocht omdat het makkelijker is om dan zo je haar naar achteren te doen... Als ik bijvoorbeeld zit te filmen, dat heb ik trouwens laatst nog gedaan. Toen heb ik deze ook omgehad of opgehad op mijn hoofd. En dat is eigenlijk heel erg handig om je haar uit je gezicht te halen. Maar voor de rest, het is niet echt een haarband dat je denkt van...
wow, dat moet je echt hebben of zo. Want dit is gewoon plastic. Dit is gewoon super goedkoop spul. En ja, ik had het nodig. En ik kon eigenlijk niks leukers vinden. Op een of andere manier. Ik heb me echt suf gezocht naar haarbanden. En dan bedoelde ik zeg maar zo'n ding. Maar ik vond alleen van die stoffen dingen. En dat wilde ik niet. Dus als je daar een tip voor hebt, laat dan een linkje achter in de comments. Dan heb ik hier een heel klein pakketje. Dit zijn dus oorbellen. Gouden oorbellen. Oh, er valt iets. En dit is hoe de oorbel eruit ziet. Het is gewoon, het voelt ook heel erg goedkoop. Maar dat was het ook. Het was ook heel erg goedkoop. Dus geen wonder dat het goedkoop voelt. En dit is dan ongeveer hoe het dan bij je oor eruit ziet. Ik weet niet wat ik dacht toen ik dit aan het bestellen was. Maar het leek me waarschijnlijk heel erg leuk. Ik vind ze nu niet echt meer heel erg leuk. Ik weet niet of ik dat ooit zal dragen. Ik vind het een beetje fout. Ik weet niet. Tenminste, hoe ik het nou zo zie, hè? I don't know. En dit is... Dit zijn ook oorbellen. En dit zijn zulke oorbellen. Zo ziet het eruit. Deze vind ik nou echt wel heel erg leuk. Alleen dit voelt ook heel erg fragiel allemaal. Alsof het echt zo kapot kan gaan. Maar ja, het was dan ook niet echt heel erg duur. Misschien leuk om een keer mee op stap te gaan of zo. Maar dit is ongeveer hoe dat eruit ziet. Dan heb ik hier nog een... Oh ja. Oh ja. Dit ding. Dit is gewoon een ketting, een choker. Dit ding heeft er werkelijk waar een half jaar over gedaan om hier te komen of zo. Want het was eigenlijk nog de bedoeling dat deze in mijn vorige AliExpress shoplog zou komen. En die shoplog had ik ook al super laat gefilmd. Ik had alles al werkelijk waar 2 maanden binnen of zo. En toen had ik eindelijk die shoplog gefilmd. Toen dacht ik van, wow, dit heeft me echt zo lang geduurd. En toen een keer kwam dit ding binnen. En toen dacht ik, heb ik dit besteld? En toen dacht ik, oh ja, dit heb ik echt 3 of 4 maanden geleden besteld of zo. Ja, dit is echt niet normaal hoe lang ik hierop heb gewacht. Ik heb ook nog niet eens uit de verpakking gehaald om te kijken. Het voelt in ieder geval best wel zwaar of zo. Plus, ik kan me herinneren dat het op de foto er anders uitzag. Ik weet niet zeker, maar het is ook gewoon al best wel lang geleden. Maar jullie zien sowieso wel een foto van hoe het op de website staat. Maar dit is hem dus. Ik vind hem best wel leuk, maar ook weer een beetje niet zo leuk. Ja, ik weet niet. Even kijken. Het is wel heftig of zo. Of niet? Dit is dan ongeveer de bedoeling, denk ik. Nou moet je die andere ketting even wegdenken. Dan is het toch op zich nog best wel leuk. Goed, en dan even over de ketting die jullie net ook al even ingezoomd zagen. Deze heb ik ook van AliExpress. Die hoort ook bij deze shoplog. Deze heb ik al meerdere keren gedragen, want ik vind hem zo leuk. Gewoon lekker met sterretjes en gewoon, ja, gewoon heel erg leuk. Ik ben er zo ontzettend blij mee. En deze ketting kan ik echt iedereen aanraden. Die vind ik echt zo leuk. Ik heb van die bandjes gekocht om aan mijn camera vast te maken. De camera waar ik nu mee film, die heeft het al van zichzelf. Alleen die is natuurlijk wel een beetje saai met gewoon Canon erop. En deze vond ik veel leuker. En dit voelt echt heel goed stevig. En het is ook weer heel mooi afgewerkt. Maar ik dacht dus dat het leuk zou zijn voor mijn vlogcamera. Om dat aan mijn vlogje te doen. Maar nou denk ik van oké, dit is misschien wat te dik voor die kleine camera van mij. Ach ja, in ieder geval. Ik heb deze gekocht en ik ben er ook wel blij mee. Het ruikt wel een beetje raar. Ik denk dat ik nog op zoek ga naar eentje die iets dunner is voor mijn vlogcamera. Maar eerst kan ik deze ook wel gebruiken. Oh ja, iets wat al uit de verpakking is gevallen is deze ketting. En deze vind ik ook heel erg leuk. Dit is ook een soort van een choker. En dit is met sterretjes en een maantje. En ik vind deze zo schattig. Ik kan hem nou niet echt goed laten zien. Omdat die andere ketting er natuurlijk zit. Maar geloof mij, deze is echt heel erg leuk. En deze heb ik ook al een paar keer in mijn vlogs laten zien volgens mij dat ik het aan het dragen was. Dus als je mijn vlogs volgt, dan zie je hem sowieso nog wel vaker. Dan gaan we door naar nog meer oorbellen. En ik zit zeg maar in zo'n AliExpress Facebook groep. Dus misschien is het leuk ook voor jou. En mensen geven daar tips en dat soort dingen. En toen zag ik dus deze oorbellen voorbij komen. Dat iemand er echt heel erg enthousiast over was. Het is een bepaalde winkeltje. Nou ja, linkje staat gewoon in de beschrijving. Dus hij was er in ieder geval heel erg enthousiast over. En toen dacht ik van oké, dan ga ik het ook proberen. En ik heb deze oorbellen uitgekozen. Deze vind ik op zich best wel cool. Even kijken, ik zal hem even zo eruit halen. Oh, oké. Okay. En dan doe je hem zo dicht en dan heb je dit zo in je oor. Ik vind hem best wel mooi, alleen ik vraag me wel af
ga ik dit wel dragen? En zo ja, wanneer ga ik dit überhaupt dragen? Maar misschien is het wel leuk gewoon voor een video. En dan heb ik van hetzelfde winkeltje ook deze oorbellen gekocht. En deze vind ik echt super vrolijk en echt super cute. Alleen ik denk wel van, oké, ja, geen idee wanneer ik dit ga dragen. Misschien met opgestoken haren of zo en dan zo'n soort van statement oorbel, geen idee. Maar in ieder geval, het ziet er wel heel erg mooi uit. Oh ja, en ik heb van hun ook een cadeautje gekregen. Kijk, er staat ook echt gift sample. En hier heb je, zeg maar, van die hele kleine diamant oorbelletjes. Die had vroeger volgens mij werkelijk waar iedereen op de hele wereld. En dan heb ik alweer de allerlaatste item. En dat is namelijk weer een telefoonhoesje. En deze vind ik zo leuk. Hij lijkt zeg maar precies op deze. Maar dan andere print uiteraard. Maar het voelt hetzelfde. Het is hetzelfde afgewerkt heb ik het idee. En ja, oké, nee, niet hetzelfde. Kijk, de zijkant verschilt. Maar verder voelt het hetzelfde. Het is zo lekker glad. Ik zal hem even op mijn telefoon doen. Haal ik deze er even af. Oh, deze is zo leuk. Oh mijn god, deze is zo leuk. Zo lekker vrolijk zomers blauw. Ja, deze vind ik echt heel erg leuk. Past ook bij mijn nagellak van vandaag. En jongens, dat was hem alweer. Ik heb echt dikke troep en bende gemaakt hier. Dus ik ga zo meteen even opruimen. Jongens, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!